niet gezien. Ja, sorry voor de rommel en zo. Ik sta in de coulissen, allee, in de loge van CC het gasthuis in Aarschot. En binnen een kwartier is het zover. Dan verwachten ze me hierboven om 1:40 de zotte clown uit te hangen. Weliswaar met een zeer belangrijke boodschap. En dit zijn zo van die momenten waarop dat je een klein beetje zenuwachtig wordt, toch wel? En waarvan dat je zegt, waarom in godsnaam doe je eigen dat aan? Weet je, Inge, uw zetel was ook goed geweest deze avond. Hè? Waarom zien wij hier nu staan en alles in orde brengen en tekst, oh, tekst, muziek, decors? De liefde is groter dan de angst. Ja, ik ben verdoemen heel bang. Echt waar, telkens keer opnieuw ben ik ontzettend bang. Maar de liefde is groter. Want stel je voor dat ik nu in mijn zetel had gezeten en dat ik zou gezegd hebben, hé, hey, eigenlijk had ik nu in CC het gasthuis in Aarschot moeten staan. Dat doet veel meer pijn. Veel meer pijn. Dus lieve mensen, wat is uw droom? En wat gaat je doen om die te realiseren? Weet dat ik u kan helpen. Nee, ik kan uw schrik niet wegpakken, maar ik kan u wel leren om ermee om te gaan. En dit is het liefste wat ik doe. Mensen hun droom laten realiseren. Dus ik hoop van u snel te zien. Misschien zie ik u hierboven, subiet. Of in een van de volgende theaters of opleidingen. En ja, volg uw hart, jong. Je bent dat waard. En nu, kom maar, buiten, want ik moet mijn broek uitdoen. Maar een andere broek aandoen, een ander jasje. En mijn schoenen nog aandoen. Dat is niet voor het publiek, hè. Ciao!